Vandaag zijn we als Victor aanwezig bij de update van de e-box. En we laten ons voorlichten hoe bestuurder deze in kan zetten. Het internet kon in eerste instantie niet op tegen deze toen nog relatief goedkope manier van communiceren. Maar er komt stilaan sleet op die papieren communicatie. Een digitale berichtenbox of e-box, misschien is dat de reflectie die jullie zelf al gemaakt hebben, is eigenlijk niet revolutionair. Wat toch wel belangrijk is, wat is het finale doel? Wat wij willen bieden is een uniek overzicht van elektronische documenten via een interface naar keuze geïntegreerd in de G-Cloud. We hergebruiken daar een aantal componenten die in de G-Cloud voorhanden zijn, zoals natuurlijk CSAM. Vandaag zit je jammer genoeg in een iets moeilijkere situatie, want vandaag zit je een beetje op het omslagpunt tussen zaken die nog gewoon klassiek op papier via de post toekomen, maar ook heel wat zaken die digitaal beginnen toe te komen. Nu, en misschien om te besluiten, zoiets op poten zetten, zoiets doen functioneren, maar we weten allemaal dat er heel wat uitdagingen zijn en dat er heel wat zaken naar voren geschoven waar men zei, maar dit is iets wat het moeilijk gaat maken om dit te doen werken. Documenten zijn vanaf nu altijd en overal digitaal beschikbaar in je e-box. Ontdek alle mogelijkheden op doemaardigitaal.be.